ik ben Anthony van Gitaartrainingstudio en in deze video zullen we het hebben over een zeer goede dagelijkse oefening voor de akoestische gitaar. En veel gitaristen proberen hun vingers bijvoorbeeld op te warmen met scale runs. En daarover meer in de andere video's. We zullen het hier vooral hebben over dingen die specifiek heel goed klinken op een akoestische gitaar. Want dergelijke scale runs zijn eigenlijk voornamelijk heel cool op een elektrische gitaar. En nu gaan we bijvoorbeeld dit gaan doen. Ik zal het eerst even voorspelen wat we zullen doen en dan zal ik het stap voor stap uitleggen. Oké, dus wat we hier precies aan het doen zijn, dat is eigenlijk twee dingen gaan combineren. Dus aan de ene kant spelen we een heel simpele akkoordprogressie. Die bestaat uit het C-akkoord, het gewone open akkoord. En ook het AM-akkoord. Dat is eigenlijk als je deze AM7-akkoord eigenlijk volledig... En als je dit AM7-akkoord niet kent, dat is eigenlijk gewoon een C-akkoord, maar zonder de ringvinger. En dan spelen we eigenlijk ook net dezelfde snaren hier dan dat we bij het C-akkoord zouden spelen. Dus zoals ik al zei, eigenlijk een gemakkelijke akkoordprogressie. C, AM, 7. Nu wat het zo speciaal maakt, wat ik daar juist ook deed. Dat zijn de versieringen ertussen en dat wordt heel vaak gespeeld op akoestische gitaar, zo van die versiering. En die zijn eigenlijk afkomstig van een bepaald patroon. Dus we hebben een bepaald framework die we kunnen gaan hanteren om daaruit noten te gaan kiezen. En in plaats dat je noot voor noot gewoon dit patroon die ik speelde aan te leren, zal ik eerst het framework uitleggen. En dat is hier eigenlijk een bepaalde toonladder die we spelen. Dat is de volgende. En dat is eigenlijk de C major pentatonische toonladder of ook de A mineur pentatonische toonladder die we hier spelen rond die eerste fret. En als je deze toonladder herhaaldelijk gaat inoefenen, dan ga je eigenlijk merken van al die noten die passen goed bij de akkoorden. Dus een eerste oefening om eigenlijk zelf zo versieringen en extra noten te gaan toevoegen bij deze akkoorden, is eigenlijk gewoon de toonladder eerst leren spelen door hem op en af te gaan inoefenen. Totdat je genoeg kilometers hebt en deze goed in de vingers hebt. En dan kun je ermee gaan experimenteren om bepaalde noten te gaan toevoegen aan akkoorden. Zoals bijvoorbeeld ik hier bij het C-akkoord heb gedaan. Dus eigenlijk speel ik hier gewoon een C-akkoord, maar ga ik soms een keer een noot van die toonladder erbij gaan spelen. Bijvoorbeeld bij het C-akkoord hier op de D-snaar heb ik even mijn middelvinger opgeteld, hier van deze hand. En je ziet, dat zorgt ervoor dat die D-snaar wordt vrijgespeeld, zeg maar. En de open D-snaar gaan we hier dan gaan gebruiken om ook mee te gaan versieren. Wat kunnen we gaan doen als die D-snaar vrij is? We kunnen hem gaan gebruiken om dan terug die middelvinger er gaan opdrukken. En men noemt dat de hammer-on, waarschijnlijk wel al van gehoord. Dus hier gaan we in dit geval een hamerbeweging vormen met de middelvinger. Op het moment dat ik de D-snaar speel, ga ik ook die hamerbeweging gaan uitvoeren. En de timing hiervan is belangrijk. Ik ga dat niet direct doen, al zou dat ook een optie zijn.
zou dan een ghost note zijn, de D-noot, die gaat zodanig kort worden aangeslaan dat dat een ghost note wordt en de partituur wordt dit aangeduid door een noot die doorstreept staat, een hele kleine noot. Maar meestal gaan we geen ghost note spelen, maar een gewone volwaardige achtste noot of kwartnoot en dan hebben we... Dan spelen we eigenlijk die D-snaar lang genoeg vooraleer dat we met onze hamervinger, de hammer-on vinger, gaan heel krachtig indrukken. En als je niet hard genoeg drukt, dan gaat de klank er ook niet volledig uitkomen. Dus echt wel genoeg kracht uitoefenen voor die hammer-on goed te doen doorklinken. En dan heb ik hier nog een keer ook op de B-snaar wat noten toegevoegd. En dat is ook uit die toonladder afkomstig die we daar juist hebben gespeeld. Dus bijvoorbeeld het derde vakje hier op de B-snaar kan ik perfect met mijn pink nemen zonder iets te wijzigen aan de vingerzetting van het C-akkoord hier. En dan krijg ik dit. En dan kunnen we ook gaan experimenteren met die pink. We zouden hem ook hier een snaar lager kunnen zetten op de G-noot, op de open E-snaar, het derde vakje. Dus al die zaken kunnen we eigenlijk gaan gebruiken, die noten uit de toonladder, als soort kleurnoten. Om eigenlijk ons akkoord te gaan kleuren, zoals de schilder. Ja, als die gewoon met één kleur werkt, zoals dat akkoord. Ja, dat is goed. Maar het is leuk om te gaan decoreren. En het geeft een veel rijker effect aan ons gitaarspel als we hier die noten erbij kunnen voegen. Je merkt ook dat ik hier met mijn plectrum tussen de verschillende snaren ga wisselen. Ik ga niet zo de hele tijd zo, ik ga niet zeggen lompe slag, maar gewoon een heel rechtdoor slag gaan nemen. Ik ga heel subtiel afwisselen tussen hier de hoge snaren. Mijn plectrum ook wat kantelen soms. Dus eigenlijk leg ik hem zo wat plat. Dat is ook een hele goede oefening om eigenlijk met die subtiele nuances te gaan experimenteren. Want zeker op de akoestische gitaar gaat dat wel heel harsh klinken als we hier te hard aan staan. Dat is niet wat we willen natuurlijk. In de meeste gevallen. Ik kan altijd misschien een trash akoestische band of een speciaal stijl gaan spelen. Maar in de meeste stijlen gaan we hier subtiel gaan aanslaan. En dan kunnen we dus tussen die basnoten gaan afwisselen. En die hoge snaren. En dan diezelfde oefening kun je gaan doen van die kleurnoten te gaan toevoegen over het AM7 akkoord. Dus ik hoop dat je de video leuk vindt. Zeker even een thumbs up geven als dat zo is. En laat gerust een comment na. Even subscriben ook op het kanaal. Dat helpt zeker. Dan krijg je ook alle laatste YouTube video's op je homefeed te zien als je inlogt op YouTube. En neem ook even een kijkje op gitaarles.be. Daar vind je eigenlijk volledig gratis te downloaden hitsen, e-books en zo verder. Dus op de website www.gitaarles.be.